Gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? In de media lezen we soms berichten die elkaar tegenspreken. Met verschillende partners onderzocht het Wereld Natuurfonds hoe onze natuur er in brede zin voor staat. Hoe is het gesteld met onze bossen, open natuurgebieden, agrarische landschappen, steden en dorpen, rivieren, meren en Noordzee? Uit het Living Planet Report Natuur in Nederland blijkt dat er per leefgebied en type landgebruik sterke verschillen zijn in hoe de natuur ervoor staat. Hierbij is gekeken naar trends in populaties van diersoorten vanaf 1990. In het agrarisch landschap, het grootste leefgebied van planten en dieren in Nederland, is de situatie nijpend. Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw zijn gebieden verdroogd, groene elementen verdwenen en populaties dieren gedaald met 40%. Met name dagvlinders en weidevogels hebben het zwaar, zoals de grutto, tureluur en scholekster. In de open natuurgebieden zoals heide, duinen en grasland is ook een sterke achteruitgang te zien van maar liefst 50%. Door vermesting en verzuring groeien heidevelden en duinen dicht met grassen en struiken. Dieren die afhankelijk zijn van een open landschap worden hiervan het slachtoffer, zoals de heivlinder, de tapuit en de wulp. Een afnemende trend in populaties is ook zichtbaar in steden en dorpen. In tuinen en plantsoenen zien we steeds minder planten en struiken en de bebouwing wordt steeds dichter. Door het verdwijnen van groen hebben vlinders, de spreeuw en de huismus het hier moeilijk. In het bos is de situatie gemiddeld stabiel. Nieuwe bossen zijn aangelegd en bestaande bossen worden ouder. Er zijn meer roofvogels, zoals de buizerd en de havik. Met het zoetwaterleven gaat het gelukkig goed. Dankzij het herstel van drassige gebieden en een afname van vervuiling groeien populaties gemiddeld met 40%. De bittervoorn, purperreiger en otter profiteren van schone water en libellen laten zich weer overal zien. Het leven in de Noordzee komt uit een diep dal, maar laat inmiddels een stijgende lijn zien. Vispopulaties van onder meer haring en tong zijn gemiddeld met 25% toegenomen door betere regulering van de visserij. En dankzij betere bescherming zijn er weer meer zeehonden. Over het algemeen kunnen we dus spreken van een voorzichtig, maar kwetsbaar herstel van de natuurlijke rijkdom van Nederland. Maar we komen van ver. In de periode voor 1990 is veel waardevolle natuur verloren gegaan door de modernisering en industrialisering van Nederland. Nederland kan wel eens aan de vooravond staan van een historisch herstel van onze ooit zo rijke natuur. Een veerkrachtige natuur die schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten kan opvangen. Een gezonde natuur die ruimte biedt voor de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten. Een Nederland waarin zowel natuur als mens floreert.